Volgens de meest recente cijfers telt Haaksbergen ruim 2600 hondenbezitters. Die honden produceren gezamenlijk ruim 230.000 kilo poep, oftewel ruim 23 vrachtwagens per jaar. Om de overlast ervan tegen te gaan is 3 jaar geleden een streng hondenaanlijn en hondenpoep opruimbeleid ingesteld. Volgens de meeste hondenbezitters de reden voor het hoge aantal boetes. Ja, omdat we volgens mij 2 hele overfanatieke toezichthouders hebben. Nou, ik denk dat het hoogstwaarschijnlijk ligt aan het feit dat er in Haaksbergen heel veel controleurs rondlopen die daar toch mee bezig zijn om een bekeuring uit te schrijven. En dat je in een grotere stad als Enschede hebt of Hengelo, dat ze daar drukker maken om inbraken en dat soort zaken. De reacties van de hondenbezitters hier in Haaksbergen zijn wel duidelijk. Dat er in Haaksbergen veel bekeuringen voor hondenpoep worden uitgeschreven, heeft alles te maken met een heel streng beleid. Want hondenbezitters die het niet zo nauw nemen met de regels, riskeren fikse boetes. Loslopen in gebieden waar het niet is toegestaan kost al gauw tussen de 60 en 90 euro. En het niet opruimen van hondenpoep betekent een bekeuring van maar liefst 90 euro. Volgens veel hondenbezitters een lekkere melkkoe voor de gemeente. Nou goed, als wij rondlopen met de honden, dan zie je gewoon stadswachten of weet ik wat, die toch op uit zijn om te kijken of wij ons wel netjes aan de regels houden. En andere dingen die dan in Haaksbergen minder belangrijk zitten, door de vingers zien. Sterker nog, mijn hond heeft een boete gehad. Als je het dan hebt over onredelijk zijn, mijn hond heeft een boete gehad omdat hij 10 centimeter buiten de hub had gepoept. Dat is de hondenuitlaatplek. Ja. En dat is eigenlijk kinderachtig, dat is overfanatiek. Nou, wat vind je zelf? Als die hond ernaast 10 centimeter naast gaat lopen poepen, ja, dat vind ik wel heel erg kinderachtig. Toch werpt het fanatieke handhavingsbeleid vruchten af. De ergernis bij de niet-hondenbezitters lijkt afgenomen. De gewone wandelaar ondervindt weinig hinder. Ik vind dat over het algemeen wel meevalt. Ik zie regelmatig dat mensen de poep opruimen. Er zijn ook bakken om de poep op te ruimen. Ik heb er helemaal geen last van. Nee. Je kan dus zeggen dat het gemeentelijk beleid werkt. Maar de hondenbezitters blijven van mening dat het fanatieke bekeuren wel een tandje minder kan. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Misschien moet er in de komende jaren een gulden middenweg gevonden worden. Ik denk dat de gemeente zelf te weinig voorzieningen treft. Want als je zorgt dat je plekken hebt waar de honden gewoon lekker los kunnen lopen en waar ze ook hun behoefte kunnen doen, dan heb je ook niet zoveel problemen op andere plekken waar de honden dan niet mogen komen. Maar als je alleen maar bekeuringen uitdeelt, ja, dan schiet je niet echt op. Je moet er ook wat tegenover zetten, denk ik. Goed, lekker wandelen, hè? Ja, dat doen we. Oké. Okay.